Goed dames, goedemorgen. Ik sta hier bij twee jonge lui, mag ik wel zeggen, die lid zijn van de net opgerichte dorpsraad. Willen jullie je even voorstellen? Mijn naam is Barbara van Stockholm Suikerbuik. En ik ben Lenneke Ketelaars. Lenneke Ketelaars, niet onbekend in Moergestel om allerlei redenen. Maar ik had begrepen dat jij een van de initiatiefnemers bent van de dorpsraad Moergestel. Waarom moet Moergestel een dorpsraad hebben? Ik denk dat een dorpsraad in Moergestel heel nuttig kan zijn, omdat het Moergestel meer kan gaan verbinden. En ook ten opzichte van Oosterwijk zeg maar meer gezamenlijk de stem kan laten horen. En ik denk dat daarom een dorpsraad heel erg nuttig is in Moergestel. Barbara, in Moergestel heerst wel eens ooit de mening, terecht of onterecht, dat Moergestel qua politiek in Oosterwijk een klein beetje buitenspel staat. Of het nou waar is of niet, daar wil ik niet over uitlaten. Is een dorpsraad een oplossing om dat gevoel weg te nemen? De dorpsraad is in ieder geval geen politiek geheel. Dus we houden ons niet zozeer met de politiek bezig, maar we gaan vooral uit van de kracht van Moergestel en van de Moergestelnaren. En gaan ons zo opstellen tegenover Oosterwijk. We zijn een mooi dorp en dat houden we zo. Ik ben Juri Jaszewski, 23 jaar oud. Ik ben op dit moment woonachtig in Moergestel. Ik werk ook in Moergestel als bedrijfsleider bij partybedrijf Draaiboompje. En in het verleden ben ik actief geweest in het bestuur van Carnavalsvereniging voor de Jeugd. En ik wil actief zijn in de dorpsraad om ook de stem van de jeugd te laten horen. Ik sta op dit moment bij zorgcentrum De Reuzelhof in Moergestel. Nou, waarom sta ik hier? Tijdens de eerste algemene vergadering voor de oprichting van de dorpsraad bleek dat heel veel Moergestelnaren zich zorgen maakten over de vergrijzing in het dorp. En met name over het probleem van de starterswoningen. Starters konden de woningen die op dit moment in Moergestel staan niet betalen. Nou, aangezien de Reuzelhof eind juni helemaal vrijkomt, de 32 aanleunwoningen, zou deze eventueel geschikt zijn voor de starters. En dat zou ook een van de uitdagingen zijn voor een nieuwe dorpsraad om zich sterk te maken voor de jeugd in Moergestel en om deze te behouden voor de toekomst. Ik vind dat wij als dorpsraad goed moeten luisteren naar alle Moergestelnaren. We moeten kijken wat er algemeen leeft in Moergestel. En vooral moeten denken in het kader van oplossingen in plaats van in het kader van problemen. Het is heel makkelijk om altijd maar te klagen, maar we kunnen het oplossen als we er allemaal achter staan. En wij als dorpsraad gaan proberen om deze meningen bij elkaar te krijgen en te komen tot oplossingen waar iedereen profijt van heeft. Goedendag, zoals ik net al zei is mijn naam Barbara van Stockholm Suikerbuik. Ik kom oorspronkelijk uit Roosendaal, West-Brabant, maar woon hier nu sinds 6 jaar met heel veel plezier in Moergestel. Ik ben voorzitter van de dorpsraad en met de dorpsraad samen hebben we deze plek uitgekozen in het dorp, het fietsoplaadpunt, omdat we vanuit de dorpsraad graag het toerisme een prominentere rol willen laten spelen in het dorp en daar meer aandacht aan willen besteden. Dat is een van de dingen waar wij voor staan. Goedendag, ik ben Abbot Saars en ik ben lid van de dorpsraad Moergestel. Ik woon hier in de kern van het dorp. En waar de dorpsraad zich mee bezighoudt is onder andere de verkeerssituatie hier op het Roodven. Als je hier rechts van mij kijkt, dan zie je dat heel vaak daar dubbel geparkeerd wordt. En dat is een enorme hinder voor het oververkeer en brengt daar ook de veiligheid enorm voor in het geding. Fietsers en voetgangers, ja, die moeten enorm voorzichtig zijn om geen ongelukken te krijgen. Gelukkig is er nog niks gebeurd, maar er moet een oplossing komen dat de doorgang hier op het Roodven wat beter wordt. Ja, ik ben dus Lenneke Ketelaars. We staan hier nu bij de Moogaard, het centrale punt in ons dorp. En de dorpsraad zou heel graag zien dat de Moogaard weer als dorpshuis echt in gebruik wordt genomen.
En dat ook de Moegestelnaren, de verenigingen, de stichtingen dit als een ontmoetingsplek kunnen vinden en ook een ruimte waar ze hun activiteit kunnen ontplooien. Ik ben Marjolein Burgers, kom oorspronkelijk uit Rotterdam en woon hier sinds 5 jaar in Moegestel met enorm veel plezier. Ik sta hier bij het Ermelindeshof, waar ze voornemens zijn om huizen te gaan bouwen. Wij als dorpsraad menen dat die huizen zeer zeker gegund moeten worden aan jongeren. Met die zin dat we hopen dat Moegestel jong blijft, van geest. Dat het voor de winkeliers aantrekkelijk blijft om hun beroepen hier uit te oefenen. De verenigingen, dat die levensvatbaar blijven. En dat maakt dat ik heb gekozen om op dit punt te staan. Omdat ik het ook heel erg belangrijk vind dat een dorp zowel oudere als jongere mensen moet hebben. Ik ben Trace Verhoeven, wel bekend denk ik in Moegestel. Ik woon al 43 jaar in Moegestel. Ik heb het mee aangepakt om de dorpsraad mee op te richten. En ik denk dat we nu bijna klaar zijn met het oprichten van de dorpsraad. Ik sta hier voor de graaf van Urselschool, die op het moment de feestweek heeft, maar straks na de herfstvakantie afgebroken wordt. En daar een verbrede school komt te staan. De locatie denk ik dat al helemaal beslist is, maar de verkeerssituatie denk ik dat wij toch eens met de dorpsraad daar serieus naar moeten kijken. Want wat ze nu willen gaan doen bij de Kloosterlaan en op het Roodven, daar zijn wij het niet helemaal mee eens. Ik denk dat wij als dorpsraad moeten op gaan pakken dat hier eens een keer verkeersbrigadiertjes komen en dat de kinderen eens heel veilig naar school kunnen en dat niet alle vaders en moeders hun hoeven brengen. Ik hoop dat heel het dorp daarmee eens is en ik denk dan dat het wel opgelost kan worden. Lenneke, wat gaat de dorpsraad precies doen? Die gaan elke maand vergaderen over allerlei dingen. Kunnen bewoners onderwerpen aandragen die besproken moeten worden? Kun je daar eens even iets over vertellen? Nou, ten eerste zijn we nog een dorpsraad in oprichting, dus we zijn nu wel met een aantal mensen die graag in het bestuur zouden willen. Maar hoe verder die bestuursvorm of stichting in elkaar moet worden gezet, daar zijn we nog niet helemaal uit. En ook inderdaad de frequentie van vergaderen, daar moeten we nog gewoon eens een keer goed naar kijken. Maar het is wel de bedoeling dat wij zeg maar de ogen en de oren van het dorp worden. En dat wij ook ieder individueel ook aangesproken kunnen worden als mensen tegen zaken aanlopen. En dan zijn het natuurlijk niet zeg maar de individuele problemen, maar meer de gezamenlijke problemen in een wijk of in een straat. En dat wij dat op een gegeven moment ook kunnen zeggen van nou kunnen we dat misschien zelf als Moegestel op gaan lossen. Of hebben we daar misschien toch wel de steun van Oosterwijk bij nodig. Als je de steun van Oosterwijk nodig hebt, Barbara, dan zou dat betekenen dat jullie een goed contact moeten hebben met de gemeente. In hoeverre is de gemeente op de hoogte of betrokken bij, of hebben jullie een advies gekregen of iets dergelijks ten aanzien van de gemeente Oosterwijk? De gemeente is op de hoogte nadat we in oprichting zijn en ondersteunt dat ook. We krijgen nu zelfs al de stukken toegestuurd vanuit de gemeente waar wij een stem over mogen hebben of kunnen hebben. Dus het contact is goed en we gaan dat nog meer uitbouwen. Lenneke, laatste vraag, sluiten we het af. Waar staat de dorpsraad Moegestel over 5 jaar? Ik denk dat het dan een bruisende organisatie is met grote ogen en grote oren. En dat we al een aantal zaken die in Moegestel op dit moment spelen in ieder geval hebben aangepakt. Of dat we daar in ieder geval al wat verdere vorderingen mee hebben gemaakt als dat nu is. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Namens heel Moegestel. Dankjewel.